van de ondernemingen die worden opgericht. Nou, hou me ten goede, maar ik geloof dat tegenwoordig is wel, nou misschien wel 40%, heb ik het niet over de moedwillige ZZP'ers, is wel 40% zijn teams. En zeker als je kijkt naar die ondernemingen die innovatief en ambitieus en snel groeiend en met wat hoger opgeleide ambitieuze ondernemers van start gaan, dat zijn heel vaak teams. Vroeger niet, vroeger minder dan nu. Dus het is ook juist heel erg interessant om naar die teams te kijken. In Nederland is er heel veel ondernemerschap. Maar eigenlijk zie je dat de laatste tijd en zeker ook de komende tijd wordt de economie wordt toch steeds meer een kenniseconomie. Dus je hebt steeds meer ondernemers nodig die met verstand van zaken op basis van kennis kunnen ondernemen. Die ook kunnen innoveren, want daar gaat het nog niet zo hard mee in Nederland. We hebben meer innovaties nodig die vanuit ondernemers opkomen. En je ziet eigenlijk ook dat in Nederland, er wordt zeer veel en goed wetenschappelijk onderzoek gedaan op universiteiten. Maar dat onderzoek dat wordt nog niet in voldoende mate benut om er ook echt commerciële uitvindingen en commerciële toepassingen van te maken. En daar zijn ondernemers en ondernemende onderzoekers zijn er natuurlijk heel belangrijk voor. Dus het is ontzettend belangrijk dat mensen met kennis en mensen die geïnteresseerd zijn in onderzoek, dat die veel ondernemender worden. Daarnaast is het ook zo dat uit ons onderzoek ook wel blijkt dat ondernemers vaak veel succesvoller zijn, veel meer bijdragen aan economische groei en aan innovatie, als ze dat doen met veel kennis, dus met een hoge opleiding. Nou, alle reden dus om veel aandacht, tijd en geld te besteden aan ondernemerschapsonderwijs, dat doen wij. De vraag is dan, hoe geef je dan vorm aan dat soort programma's? Welke programma's werken nou om bijvoorbeeld die competenties die belangrijk zijn voor ondernemerschap of om die ondernemende houding goed te beïnvloeden? Waar we nu veel onderzoek naar doen is, maakt het uit, want die studenten die moeten in een team moeten ze een bedrijf opstarten, vaak best grote teams. Maakt het nou uit hoe je dat team samenstelt, of ze meer of minder effectief gaan ondernemen? En het lijkt erop dat daar hele grote effecten in zitten. Dus wij hebben nu een paar experimenten gedaan. Eentje waarbij we variaties inbrengen in het geslacht. Eentje waarbij de teams meer en minder divers zijn in termen van nationaliteit. Dat is ook bij een internationale opleiding. En we hebben nu ook een experiment gedaan waarvan we de gegevens nog moeten analyseren. Die zijn net binnen. Als je nou de teams meer en minder varieert in termen van hoe goede studenten ze zijn. Leren studenten dan meer of minder van zo'n programma? Want ik denk dat best een uitzonderlijke situatie is vergeleken met andere leerprogramma's. Je werkt echt in een team en je moet het echt samen doen. En één iemand kan de boel ook tamelijk verzieken. Dus je moet echt samenwerken. En dat is natuurlijk ook iets heel leerzaams. Maar de teamsamenstelling is dan wel bepalend voor de mate van effectiviteit. En dat is iets waar we nu naar kijken. En het past natuurlijk ook heel goed in de discussie, niet alleen op het gebied van ondernemerschap, maar ook van topmanagementteams. Daar wordt ook steeds gekeken naar, zou het niet beter zijn om ze meer divers te maken? Niet alleen in termen van nationaliteit, maar natuurlijk ook in termen van geslacht. Die quota, dat zijn allemaal hele actuele discussies. Alleen het nadeel is dat het vaak lastig is in de praktijk, in de echte praktijk, om te kijken naar de effectiviteit van het toevoegen van meer vrouwen. Als er geen kwotum is, ja, dan wordt dat toch gedaan in situaties waarin men denkt dat het goed is en in andere situaties niet. En dan kan je niet echt het effect daarvan meten. Terwijl als je het in zo'n experimentele omgeving doet, kan je wel het effect meten. Nou, als je het dan in een laboratorium doet, dan is het weer niet zo heel erg realistisch. Dus dan meet je wel echt een effect, maar niet in een realistische omgeving. En zo'n veldexperiment als wij doen, is dan een beetje een tussenoplossing. Het is tamelijk realistisch, maar het is wel echt ook exogene variatie die wij toebrengen op die diversiteit, waarbij we volgens mij op een hele leuke manier kunnen bijdragen straks aan die discussie over diversiteit in managementteams.